Wauw. Dankjewel. Wordt dus meer een soort uitgaansstraat. Zit hier dan een bakery? Moet je kijken hoe lekker dit eruit ziet. Oh, wat heerlijk. Misschien zijn dit wel echt de lekkerste pannenkoeken die ik ooit heb gehad. Wow. Wij zitten in de auto onderweg naar Maastricht. Ja, voor weer een nieuwe foodtour. We gaan allemaal eetentjes af en van alles uitproberen. We hebben al het een en ander uitgezocht. Ja, allemaal hele lekkere dingen. Echt, ja, het wordt echt weer veel eten, denk ik. Ja, vooral veel zoet weer, wat ze allemaal voorbij zagen komen. Ja, maar ik ben benieuwd wat er allemaal voor lekkers te vinden is. Ja. Het is daar. Nou, het was alweer bijna donker om 5 uur. Ja. Dat gaat snel. Het is wel lekker een gezellige kerstversiering hier in de stad. Dat wel. Maar we gaan nu door naar de Sweet Coffee, heet het. En er zijn er meerdere van in Maastricht. Ja, lekker latte staartje. Ja, het ziet er zo mooi uit online. Het interieur, het is echt super gezellig plekje. Ja. En die koffies, ze hebben allemaal van die speciale lattes en lekkere taartjes. Ze hebben ook nog white bueno latte, crunchy speculaas latte, Malteser latte. Het is wel een dingetje hoor, wat het gaat worden. Oeh, wauw. Dankjewel. Oh mijn god, lekker. Het ziet er echt wel heel goed uit. Nou, dat is wel echt lekker, hè? Oh, echt heerlijk. Hoe het er ook uitziet. Allemaal van die Maltesers erbij. Hij is een beetje ingezakt. Ja. Maar wel echt wel lekker. Heel lekker. Jeetje. Nou, door naar Corner Bakery. Ja, even kijken wat we daar gaan nemen, want ik heb wel een beetje een zoete maag van die koffie van net. Ja, het was wel echt een zoetig drankje. Dus dat, eigenlijk moeten we hard. Ja, volgens mij hebben ze wel wat opties, maar volgens mij is zoet wel hun specialiteit. 10 meter. Dat is erger op 10 meter afstand, zegt hij. Huh? Maar het is meer een soort uitgaansstraat. Zit hier dan een bakery? Corner Bakery, hallo. Ik zie allemaal wijn, bier. Ik vraag me nog steeds af of dit wel klopt. Ah, dit klopt niet hoor. Oh, oh nee. Het is dicht. Huh? Maar op de website stond tot 9 uur vanavond open. Oh nee. Ah. Het ziet er gesloten uit. Oh, maar het ziet er wel heel leuk uit van binnen. Ik moet hier morgen wel heen hoor, denk ik. Wat nu dan? Of we gaan naar die ene plek met die pokeballs en zo. Tot 7 balen. Maar ik vind het ook wel gek dat een bakery tot 9 uur 's avonds open is. Nou, op naar de pokeballs. Yes. Zin in, 5 minuten lopen. Maar het zag er heel leuk uit. Heel leuk geserveerd in van die mooie bakjes. Nou, we zijn er. Ja, Surfside Pokey is het. Hij is open, dat is top. Hij is open. Hey. Nou, daar zitten we hoor. Moet je kijken hoe lekker dit eruit ziet. Oh, wat heerlijk. Het is iets anders dan een bakery, maar ik vind het helemaal prima. Nou, also, dit is, vind ik het helemaal goed. Oh, zo lekker. Het ziet er ook zo leuk uit. Ja, kan hier echt leuk zitten. Ja. Nou, nieuwe dag in Maastricht. Ja, we sliepen trouwens in het hotel echt super centraal Maastricht. Ja, Urban Residences heet het.
Maar het is echt letterlijk 4 minuten lopen van het ontbijttentje waar we nu naartoe gaan. Dus dat is wel echt perfect. Ja, we zullen even een linkje in de beschrijving zetten. Want dit hotel is wel echt een aanrader om dan naartoe te gaan als je Maastricht bezoekt. Ik moet wel zeggen, ik moet een beetje wakker worden. Oh, het is altijd even wennen als je ergens anders slaapt. En het gaat regenen. Ja. Oh nee. Nou, op naar het ontbijt. Dan zitten we lekker warm. Verrassend genoeg. De speculoos pancakes. Ja, wel echt hele bijzondere. Ja. Maar je hebt hier ook allemaal proteïne dingen. Heb je dat gezien? Er staat ook gewoon bij hoeveel calorieën het is. Ja, echt ideaal. Voor ei bovenste besteld. Kijk, dit is niet normaal. Het ziet er zo lekker uit. Die proteïne shake met kokos, mango, papaya. Dat is niet normaal. Dit is alles wat je wil. Ja, speculoos pancakes. En is het goed? Misschien zijn het wel echt de lekkerste pannenkoeken die ik ooit heb gehad. Wow, ja, echt hè? Ik vind het ook niet normaal. Zo perfect opgemaakt. Ja, met dat fruit ook overal erbij. Ja, nee, ik kom echt top. Ik wil echt hier terug. Nou, vergeet niet te liken en te abonneren. Als je dat zou willen, zou je heel leuk vinden. Ja, want wij eten ook echt alles op wat je op beeld ziet. Ja. Dus een beetje respect. Ja. We hebben het zo zwaar. Zo zwaar leven. Maar we zouden het wel heel leuk vinden als je wil abonneren. En de volgende gaat zijn... Ja, onderweg naar het keukske voor een lekker Limburgs koekje. Oh nee, Maastrichtse koeken. Verse ambachtelijke Maastrichtse koeken. Oeh, het ziet er al heel veelbelovend uit. Ja, en ik zag op TikTok dat het echt hele lekkere koekjes zijn, dus die gaan we proberen. Ja. Oh, die geur. Oh mijn god. Het ruikt heel lekker. You eat them every day, right? When I'm working. Nou, we hebben de koekjes. Ja, karamel, zeezout en triple chocolate. Maar ik zit te denken hoe we het gaan eten. Wel, het liefst drinken wij thee. Ja, het is wel lekker. Of we doen even één hapje, even om te proberen zo. Jij hebt de karamel, zeezout. Ja. Oké. Nou, ik ben benieuwd. Taste test. Wow. Lekker? Super machtig. Machtig? Echt? Heel vol van smaak, maar echt heel lekker. Wow, dit is echt heftig. Knapperig ook. Oh, ze worden echt vers gebakken daar. Oh, echt lekker. Nou, ik heb de triple chocolate. Oh mijn god. Lekker? Wow. Heel lekker. Ja, een beetje chocola zit erin, hè? Oh, dit is zwaar. Dit is echt, ja, is echt een heerlijk koekje. Ja. Wow. Ja, het is de hype waard. Misschien kunnen we even thee halen op de markt. Ja. Voor erbij. Dat is wel echt lekker. Ja. Kopje thee erbij. Echt heerlijk. Nou, we gaan naar Preps hier in Maastricht. Het ziet er al wel heel leuk, gezellig uit. En ik moet echt wat hartigs hebben, want zoet kan even niet meer. Nee, genoeg zoetigheid gehad. Ja. Oeh, het is wel heel druk. Oh jeetje. Het is een wilde goeie. Dankjewel. En wat wordt het? Ja, ze hebben echt super veel keuze, ook voor vegetariërs en veganisten, echt heel veel opties. Ja. Dus dat wordt wel moeilijk. Met Bert, tempeh. Yes.
Dankjewel. En de harpenpoel. Wow, heerlijk. Dankjewel. Wow, wat een kleur. Heel mooi. Oh. Wow. Jeetje, nou heb je honger? Oh, nou ja, hier heb ik wel echt zin in. Ik heb spontaan weer honger, hè, ja, als je dit allemaal ziet. Als ik dit zie, met die bloemetjes ook. Oh, ja. Een groot feest. Uit. Oh. Echt lekker, hè? Oh. Niet normaal. Het is echt zo lekker. We hebben elke keer die goede teentjes toch te pakken. Ja, het is precies wel van echt waar ik zin in had. Ik kan het zo allemaal opeten. Het is allemaal zo lekker. Maar ook echt best wel gezond. Ja, veel groenten, tempeh en ja, echt heel lekker. Ja. Ja. Nou, dat was echt een geslaagde maaltijd. Oh, zo lekker. Heerlijk, hè? Uit en zo goed van smaak ook. Ja, ja, we kregen zelfs nog deze mee. Dat is zeg maar de maaltijd met glutenvrij, veganistisch en dat is nog veel eiwitten. Ja, want die vonden wij echt super lekker. En toen zei ze van, die kun je ook mee naar huis nemen. Echt super chill. Die verkopen zij dus ook, dat je dat 's avonds kan eten. Ja. Echt super lekker. Echt een hele aardige eigenaresse. Dus zeker heen gaan als je naar Maastricht gaat. Die gaan we binnenkort nog even proberen. Nou, en daarmee sluiten we deze video in Maastricht af. Ja, wij gaan door naar de kerstmarkt in Valkenburg. Ja, dus wish me luck. Ga lekker door met eten. Ik zou het super leuk vinden als je wil abonneren op ons kanaal en wil liken de video. Yes, en dan zien we je in de volgende video. Doei! Doei.